Ja, dat is eigenlijk een beetje soortgelijk wat Cedric vertelde. Ik denk, je ziet, als consultancy is heel leuk, want je ziet een recurring niet in de markt. Dat is van, hey jongens, bij ons was dat heel hard. We hebben nu 6 keer hetzelfde platform gebouwd voor een klant. Dat is vrij zinloos dat we dat 6 keer opnieuw doen. En twee ook, wat we ook als een probleem zagen, we deden dan een handover, want we willen niet forever bij een klant zitten. We doen een handover naar interne engineers. En dan gaan wij weg. En als we dan 1 jaar of 2 jaar later terugkwamen, wat zagen we dan is, dat platform was eigenlijk mostly untouched. Niet dat die engineers daar niet kunnen meewerken, maar dat is gewoon, die hebben altijd andere prioriteiten, andere dingen die belangrijker zijn. Dus niemand zorgde nog voor dat platform. En dat is een beetje zonde, want dat op een gegeven moment hindert dat ook weer je innovatie. En dan dacht je van ja, eigenlijk wat we nodig hebben, is dat niet 1 keer bouwen voor die klanten, maar we moeten dat maandelijks kunnen aanbieden. En dat is een beetje het SaaS-verhaal. Dus je koopt niet 1 keer iets, maar je koopt een monthly subscription en dan is het aan ons om te bewijzen dat we het elke maand opnieuw waard zijn. Right? Elke maand opnieuw nieuwe features of nieuwe betere developer experience. En zolang dat wij het waard zijn, blijven ze die subscription betalen. Als op een gegeven moment zeggen we allemaal, deze kunnen we beter zelf, dan zijn ze weg. Maar dat vind ik wel een hele... Ik vind die incentives zijn veel meer aligned. Versus traditionele software is het van, ja, je koopt 1 keer een big license. Ze installeren dat on-premise bij u in uw datacenter. En dan is er adoption. Weet je niet, haalt dat business value? Dat weet je niet. Maar over 1 jaar of 2 jaar komen we wel terug op mijn contract renewal. En dan gaan we nog eens wat zware termen gebruiken en moeilijke onderhandelingen doen. En dan gaat dat weer 1 jaar verder. Terwijl met SaaS is dat elke maand opnieuw. Dat is zo het moeilijke, maar ook het leuke. Zo, you have to be on top, right? Dus elke maand opnieuw moeten wij bewijzen. Maar ook als je het dan waard zet, is ook wel de reward. Is er ook wel, want het is veel meer schaalbaar. Dus eerst bouwden wij het 6 keer, nu bouwen we het maar 1 keer, right? Dat is een veel schaalbaarder model voor ons en voor onze klanten. Ja.